dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een mega naked shoplog voor jullie. Dat is alweer een tijdje geleden, dus ik dacht het is weer hoog tijd om wat naked items te gaan unboxen. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar maak ik me echt heel erg blij mee. Ik heb dus eigenlijk heel veel lente items. Dus jurkjes en leuke kleurtjes. Dus helemaal leuk. Het wordt een lente shoplog eigenlijk van Naked. Ook heb ik nog een leuke kortingscode voor jullie. Want met de code DELVER20 krijg je 20% korting op je aankoop. Ik zal even alle linkjes in de beschrijving zetten onder deze video. Daar zet ik dus de linkjes neer en de kortingscode. Dan kun je aan het eind van de video het allemaal nog even terugzien. Dus laten we snel beginnen. Oké, ik begin wel gewoon met het topje wat ik aan heb. Deze is namelijk dus van Naked. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is dus cropped. Ik heb nu een high-waisted broek aan. Maar hij is echt heel cropped. Mijn navel zit hieronder. Dus erg cropped, maar heel erg leuk. Ik vind de pofmoutjes heel erg leuk. En het vierkant afgesneden halsgedeelte vind ik heel erg cute. Ja, ik denk dat dit echt heel erg leuk is. Ook onder een spijkerbroek of zo voor in de lente. En ja, met die pofmoutjes, dat maakt het heel erg leuk. Ik moet wel zeggen dat hij best wel strak is. Dus als je ja, iets doet omhoog of zo, je arm omhoog doet, dan gaat hij wat hoger zitten, zeg maar. Dan zit hij echt bij je nou ja, spierbal. Maar dan zit hij dus iets strakker. Maar als je dan gewoon weer wat naar beneden trekt, dan zit hij gewoon weer prima. Dus dat is het allereerste item. Dit topje heb ik in de maatje 36. Normaal heb ik een 34 van Naked. Maar dit soort stofjes, dat zijn wat stugge stofjes. Stuggere stofjes. Dus dan vind ik het fijn om een maatje groter te nemen. Dus ik heb hem in de maatje 36. En hij kost €27,95. Mocht je trouwens wat geks horen. Het is echt super hard aan het waaien buiten. Het is code geel. Wauw. Maar dat hoor je dus een beetje op de achtergrond. Nou, dit hele outfitje is van Naked. De broek die had ik al, daar ben ik echt zo blij mee. En dit topje dus heel erg mooi, vind ik deze. Oké, dan ga ik door naar het volgende item. En dit vind ik echt heel erg schattig. Zoiets heb ik eigenlijk nog helemaal niet. Laat eigenlijk dit kleurtje en dit printje niet. Maar dit is een heel erg leuk jurkje. Hij kan dus off the shoulder, maar hij kan ook zo, zeg maar, dat hij nog half op je schouders ligt. En dan heeft hij dus van die hele leuke pofmoutjes. Hier zit weer elastiek. En ik weet niet, ik vind dit kleurtje echt heel erg leuk voor in de lente. Het is echt groen. En aan de onderkant heeft hij dan nog van die volantjes. Dus ja, echt heel cute. Ik ben heel benieuwd hoe deze aanstaat. Maar ik zag het al wel voor me met een leuk buckethatje of een leuke hoed of zo. En dan van die ja, van die strandslippertjes of zo eronder. Heel erg leuk. Van het jute spul. Deze heb ik in een maatje 36. Ja, ik denk dat dat wel een goede keuze is geweest. We gaan het zien met de aanbeelden. En hier, dat zocht ik. Aan de zijkant zit ook nog een rits waardoor die goed ja, aan te krijgen is. En goed aansluit als het goed is. Ik ben benieuwd hoe die staat. Ik vind dit ook echt super leuk voor in de lente dus. Maar hij zit best wel strak, vind ik. Maar verder vind ik hem wel echt heel erg schattig en heel erg leuk. Nou, deze jurk die kost €55,95. En ik moet zeggen dat het stofje echt heel erg fijn voelt. Heel luchtig, maar ook alweer wat dikker. Dus dat is wel heel fijn. Ik ben wel benieuwd. Zijn jullie al bezig met de lente en lentekleding? Ik echt heel erg. Ik kan niet wachten tot de zon weer gaat schijnen. Het was laatst een week dat het gewoon 18 tot 20 graden was de hele week lang. Al echt. Dus ik hoop dat de zon gauw weer terugkomt. Want nu is het alleen maar aan het waaien, aan het regenen. Echt vreselijk. Het volgende item is deze roze pantalon. Ik vind deze zo mooi. Je hebt er ook een bijpassende blazer bij. Misschien dat ik die ook nog wel ga bestellen. Maar in ieder geval deze broek. En ja, ik vond het echt heel erg leuk. Misschien ook heel erg leuk met dit topje wat ik nu aan heb. Hij is dus wat netter. Maar dat vind ik wel grappig om dan wat ja, minder netjes af te stylen. Maar hij heeft dus een beetje witte ja, spikkeltjes erop. Dus het is niet helemaal egal poederroze. Maar ik vind het gewoon echt een heel erg mooi kleurtje. Hij zit dus vast met een schuifknoopje en een rits. En die rits is ook gewoon dezelfde kleur. Dus die valt niet op. Maar aan de achterkant heeft hij dan nog nepzakjes met knopen. Dus ja, ik vind deze heel erg leuk. Hij valt volgens mij gewoon normaal zoals een normale pantalon. Dus ik ben heel erg benieuwd. Deze heb ik in een maatje 36. Hij kost €44,95. En ik zie nou ook op de site staan dat het van de Reborn collectie is. En dan dus de pantalon. Die zit ook echt als gegoten. Super blij mee. Sluit gewoon heel erg mooi aan. Ook bij mijn buik, bij mijn heupen. Een heel mooi kleurtje. En ook aan de onderkant gewoon perfecte lengte. Ik ben 1,68. Dus ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik vind de kleur ook echt
helemaal leuk voor de lente. Oké, dan nog een topje die ik echt heel erg cute vind. In de lente, maar ook in de zomer als het heel iets frisser is. Namelijk dit lange mouwtopje, of blouseje eigenlijk. Maar wat ik zo schattig vind is dat hij aan de voorkant van die knoopjes heeft. Maar aan de achterkant heeft hij hele leuke, ja, volantjes. Ik vind het gewoon een heel erg mooi modelletje. Hij heeft weer mooie pofmouwen met elastiek. En de achterkant hier heeft ook van dat, ja, hoe noem je dat, soort stofje. Dus dat is dit blouseje en die heb ik in de maatje 36. En dit blouseje is €33,95. Dan dit blouseje en ik vind deze echt super mooi, maar ik trek hem aan en ik wil dit knoopje dicht doen, want ik zie dat hij open staat. Maar hij kan dus niet dicht, want dit ding is gebroken. Zo is hij dus al binnengekomen, dus dat vind ik wel eigenlijk super slecht. Dus ik ga vragen of mijn moeder deze kan maken of zo en dat hij dus wel weer dicht kan. Maar als dat kan, dan vind ik hem echt heel erg leuk. Maat is ook gewoon goed, de maat. Wow, maat. En ja, heel erg mooi, leuk blouseje vind ik dit. Oké, dan gaan we door naar een heel erg leuk pakje. En ik hoop dat ik deze pas en dat hij een beetje leuk zit. Het is namelijk een beetje pastel, geel, mosterdachtig kleur. De kleur. lekker omschreven. Maar dit is dus de broek. Het is echt zo'n hele wijde broek. Je moet hem alleen nog wel even stomen. Ik zie dit dus echt helemaal voor me als je wat, ja, bruiner bent. Leuk tasje erbij. Heel erg leuk. Maar hij is dus echt vet wijd. Gewoon heel erg loose fit. Echt zo'n lekkere chill broek. Want hij stretcht lekker mee. Hij heeft nog van die zakken. Echt heel chill. Ik zie wel dat hij een beetje doorschijnt. Want ik zie de zakken doorschijnen van de voorkant. Dus dat vind ik een beetje jammer. Ik hoop dat dat goed gaat. Maar in de zomer of in de lente is dit echt een heel erg cool en chill broekje. Maar daarbij hoort dus dit topje. En die heb ik dus in allebei in de maatje 36 besteld. Maar misschien had ik het topje beter in de 34 kunnen doen. Want hij ziet er best wel groot uit. Maar deze kun je wel knopen. Dus ik denk dat het goed moet komen. Maar dit is dus echt een heel leuk setje. Dan heeft hij zo'n mooie knoop aan de voorkant met een V-hals. En dit loopt wijd uit. Ik vind dit echt heel erg leuk. En dan lekker je haar krullen, hoed op. Helemaal leuk. Sandaaltjes eronder en je bent good to go. Dus dat is dit super leuke setje. En dit koop je wel apart. Dus het is niet dat je dat als een two-piece kan kopen. Maar je koopt het wel apart. Of bestelt het wel apart. Maar echt heel benieuwd naar hoe die aanstaat. Het topje die kost €25,95. En de broek is €38,95. Nou, en dan het pak. Ik vind hem echt helemaal het einde. Maar je moet er geen BH onder dragen. Want ja, het gaat gewoon niet verder. Ik heb gewoon geprobeerd het verder te strikken. En dit is nog niet eens, zeg maar, de heftigste BH. Dit is een dun lapje stof die ik nu aan heb, zeg maar. Een soort bralet. En zelfs dan was het gewoon niet echt. Dus geen BH onder. De broek trouwens, die zit ook echt perfect. En de lengte ook. Dus ik ben 1,68. En trouwens, hoe het doorschijnt valt echt nog heel erg mee. Ik zie het niet echt, dus dat is wel heel erg fijn. Ik ben ook wel blij met een maatje 36. Ik had niet kleiner gemoeten. Dan heb ik nog een heel leuk item mogen bestellen. Namelijk deze denim jurk. Ik vind deze echt heel cool ook. Heel leuk voor in de lente. Dat denim is altijd wel heel erg leuk. Mooie kleur ook wel. Maar eigenlijk, ja, is het gewoon een spijkerjurkje. Ik ben heel benieuwd of hij niet te kort is. Hij ziet er echt heel erg leuk uit. Van de bovenkant lijkt het ook gewoon een spijkerjasje. Maar hij loopt dus gewoon wat langer door. Dus heel erg benieuwd hiernaar. Het spijkerjurkje die kost €66,95. Ja, en dan misschien nog wel het favoriete item. Als je hem aankrijgt. Want jongens, je moet elk knoopje open doen wanneer je hem aankrijgt. Je kan hem niet de bovenste en dan over je hoofd doen, want dat lukt gewoon niet. Tenminste, mij niet. Dus elk knoopje moet open en dan weer dicht. Maar als hij dan eenmaal aanstaat, vind ik hem echt heel erg mooi. Ik vind de bovenkant heel mooi, omdat hij wat stoerder is of zo. En dan toch een jurkje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Wat het een beetje spannend maakt, is deze split hier. Hij is namelijk best wel hoog uitgesneden. Dus niet te veel je beentjes wijd doen. Maar verder, hoe die staat, echt heel erg mooi. Mooi model. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan heb ik een keer wat anders besteld ook nog. Namelijk deze. Dit is een pet van, nou, Naked natuurlijk. Ja, ik vond dit wel lastig. Ik heb een maatje ML. Want ik heb best wel een groot hoofd. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Want je kan hem ook nog verstellen. Dus dat is heel erg fijn.
Dat heb je hier aan de achterkant. Maar het is dus echt een beige crème-achtige kleur pet. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ja, ik weet niet. Ik vind dat wel wat hebben of zo. Ik heb eigenlijk nooit petten op. Alleen in de zomer vaak een zwarte of zo. Als ik verbrand ben in mijn gezicht en dan niet wil dat ik nog meer ga verbranden of verkleuren. Dus dan doe ik vaak een pet op. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk. En ook de kleur, dat heb ik nog niet. Dus dat is een keer wat anders. Dus dat is deze pet. En voor mijn hoofd, ik heb echt een groot hoofd, geloof me. Is die gewoon top. Een ML. Dus je kan hem ook nog verstellen. Dus dat is echt leuk. Dus ja, ik vind deze pet echt leuk. En een leuk kleurtje. En lekker stevig. Dus altijd handig voor in de zomer. En deze pet, die kost €16,95. Dan komen we alweer aan bij het ene laatste item. Namelijk dit kroptopje. En ik vind deze heel erg mooi. Dit is hem. Hij is dus echt heel mooi beige. Maar dit stofje is zo zacht en rekbaar. Ik weet niet, ik vind dit gewoon een heel erg mooi kroptopje. Ik hoop dat hij ook leuk past. Er zit gewoon totaal geen versteviging in ofzo. Dus ik denk wel dat je deze met een BH moet dragen. Anders hangt het allemaal. Dus het is gewoon een lapje stof. Maar de kwaliteit is wel heel mooi. Dit schijnt absoluut niet door. Heel zacht, heel lekker dik. Dus dat is dit kroptopje in een beige kleurtje. Ik vind dit ook heel erg leuk met een wit jasje of een wit vestje ofzo. Die je een beetje off the shoulder zo doet. En dan deze kroptop erbij. Heel erg leuk en handig om te hebben. Deze heb ik in een maatje M. En ik weet waarom. Dit gaat best wel groot vallen. Hij was dus in een XS en in een maatje S was die uitverkocht. Dus ik dacht, ja, nou ja. Ik bestel hem wel gewoon in een maatje M. Maar hij is dus wel redelijk groot. Maar ik denk dat het wel moet goed komen. Ik vind hem zo leuk dat ik hem moest hebben. Dus dat is dit topje. En dit topje die is €33,95. Dan dit topje dus. En hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Ik ben ook wel blij met een M. Maakt niet uit. Ik denk als het een XS was dat die zelfs nog past. Omdat die gewoon zo stretchy is. Dus dit is gewoon echt zo'n perfecte basic die je in je kast wil hebben. Leuk met een jasje erover of een blouseje. Dus heel erg chill deze. Dan komen we weer aan bij het laatste item. En dat is deze hele leuke jurk. Het is wel een beetje een naar stofje vind ik. Volgens mij is dit polyester als ik het zo voel. Ik weet niet of ik dat ergens kan zien. 100% polyester. Ja, dat dacht ik al. Dus dit is wel echt een zweetstofje. Dus in de zomer of zo niet heel tactisch. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dus in de lente of zo kan dit gewoon prima. Als je niet te veel zweet. Want anders blijft die... Ja, van dit stofje ga je gewoon super erg zweten. Maar dit is hem. Leuk. Het is echt een heel groot, los strandjurkje vind ik het. Hele mooie beige kleur. Iets donkerder. Leuk kraagje. En voor de rest echt... gigantische pofmouwen, wat ik echt heel erg leuk vind. Deze heb ik in een maatje 34. Daar ben ik wel blij mee, want hij valt echt huge. Heel leuk, ik ben benieuwd hoe die staat. En deze jurk, die kost €55,95. Dan dit jurkje en ik vind hem echt super leuk voor in de lente of in de zomer. Leuk strandjurkje. De lengte is ook echt top. Let niet op mijn glittersokken. Ja, echt heel erg leuk. Die pofmouwen maken het ook wel heel erg af. En ik weet niet, ik vind het wel echt een heel leuk, zwierig, lekker jurkje. Nou, het is nu echt gigantisch hard aan het waaien en aan het regenen. Ik hoop niet dat jullie er te veel last van hebben gehad. Maar dat was alweer de shoplog met lente items van Naked. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet dus niet de code DELVER20 te gebruiken voor 20% korting op je aankoop, op je bestelling. Linkjes staan in de beschrijving gelinkt, dus check dat even. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie tot de volgende video weer. Groetjes!